Dat allemaal. Wat een lawaai hier. Zo. Dat is een mooie man. Ja, ja, ja. We zijn bij Reusholtes, hè? Ja, en wij gaan het zo tof zoeken. We gaan ze aan het poeren. Maar dat doen wij niet met z'n tweeën. Nee, we gaan het leven aanschakelen. Ja, hij komt er al aan. Hij komt er al aankomen. Kijk, daar is hij. Daar is hij. Hallo. Vertel, wat gaan we allemaal doen? Ik heb zo'n watervis meegenomen. Voor mijn twee grote vrienden. Tuparo en Manu, de Reusholtes. We gaan het eens even laten zien. Ja, het is leuk ons natuurlijk, maar het gaat allemaal. Daarom. Hey, ze zijn ineens stil. Heb je dat getraind? Ja, ik heb ze. Ik voer ze alleen als ze stil zijn. Want je hoort dat het best wel een gekrijs is. Op zich is dat niet heel verkeerd, want de otters zijn echte groepsdieren. Dus ja, ze blijven met de hele familie bij elkaar. En als er dan wat gebeurt, moeten ze elkaar op de hoogte houden. En vandaar dat ze zo schreeuwen. Alleen ja, voor ons is het een beetje. Ja, helder. Hey, en Martijn, je zei net ook dat je ze ook uit elkaar kon houden, maar weet je ook wie die dan is? Ja, klopt. Rechts zit Tuparo, links zit Manu. Even kijken. Hiervoor zit nu Manu. Dit is dus Manu? Ja. Waar zie je dat dan aan? Nou, bij Manu zie je dat zijn borst, keel, helemaal bruin is. Oh ja, ja. En bij Tuparo zie je wat lichte vlekjes. Ja. En zo hebben eigenlijk alle otters, hebben, ja, net als onze vingerafdruk, is bij ons allemaal uniek. En daardoor kan je ze goed uit elkaar houden. Ja. En hier in de dierentuin hebben ze natuurlijk geen natuurlijke vijanden, want wij zorgen heel goed voor de dieren. Maar wat zijn het eigenlijk in het wild? Hebben ze dan grote vijanden? Ja, ze leven natuurlijk veel in het water. Ze zwemmen daar met de hele familie op een rijtje om vis te vangen. Ja. Als ze dan een vis tegenkomen, eten ze het op. Maar ze komen natuurlijk ook wel eens een anaconda of een kraaiman tegen. Ja. En ja, omdat het best wel grote dieren zijn en met wat meerdere zijn, dan kunnen ze zelfs een kraaiman aan. Ja. Kraaiman is dicht mee. Pittige dieren zijn. Ja. Nou, bedankt dat wij mee mochten kijken. Ja. Oh, vonden jullie het ook leuk? Ja, zeker. En gaan we jullie de volgende keer gewoon weer meenemen. Dan gaan we weer een andere afdeling en een andere diersoort. Ja. In haar bezoek. Hey, doei. 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 Zo, ja.